in mijn vorige AliExpress shop nog liet ik jullie weten dat ik ook nog wat leuke spullen had besteld voor de smartphone bij AliExpress. Dus vandaag sta ik hier samen met Tara en we hebben een aantal spulletjes voor je telefoon. Leuke gadgets, leuke dingetjes om te proberen en dat gaan we doen in deze video. Voordat we verder gaan, geef deze video een dikke duim omhoog en vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we nu verder. We beginnen met het eerste pakketje. Het is heel erg dun en het heet de Multiband. Leek mij wel heel erg handig, want het is zo'n ding wat je op de achterkant van je telefoon kan plakken of op je hoesje. Je kan er meer dus, mee. Ja, hij zou dus een paar verschillende dingetjes kunnen doen. Ik ga heel even eerst kijken of ik de verpakking kan openkrijgen. Dit is hoe die eruit ziet. Je kunt het bandje omhoog drukken, als je dat zo schuift. En dan wordt die bol. En dan kan je in ieder geval op je telefoon plakken en dan laat je het niet meer vallen. Het is hard, toch? Ja. Dat je hem dus in je auto kan zetten, in de airconditioning, en dan blijft hij erin hangen. Echt? Dus dan is het een houdertje. Oh, dat is echt ideaal. Huh? Want ik heb hem nu weer naar voren geduwd en hij blijft inderdaad nu zitten. En je kan hem ook weer gewoon terug en platter. Dat dus is vet handig. Dan steekt hij niet zo uit op de achterkant van je telefoon. En je kan gewoon je telefoon neerzetten, zodat je gewoon een filmpje kan kijken en dan hoef je hem niet vast te houden. Dus een houdertje voor op tafel, voor in de auto en gewoon voor je vinger. Ja, en ik wist ook niet dat hij voor de auto kon. Dus dat is echt super cool. Dat is super handig. Ik ben heel benieuwd of dat inderdaad goed blijft zitten. Dus dat moeten we zo eventjes gaan uitproberen. Hallo! We zijn in de auto aangekomen. En we gaan eens even kijken of dit ding, als je hem dus zo hebt, of die dan in het ventilator iets gedeelte past. En blijft zitten vooral. Moet ik het gewoon erin drukken eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Want ik moet hem ietsje dunner maken, denk ik, hè? Of... Oh. En dan zet hij weer uit? Oh my god! Dat is toch ideaal? Kijk of hij een beetje zit. Nou, dat vind ik echt gaaf. Dit is echt super handig, want nu heb je echt je navigatie super dicht naast je. Ja, en het is ook geen permanent iets. Ik heb niet zo'n lelijke zuignap die je op je ruit hebt staan. Ik kan hem gewoon even kijken hoor, of ik hem heel makkelijk eruit kan trekken. Ja. Ik ben wel benieuwd als je zeg maar een flinke hobbel overgaat, of die dan goed blijft zitten. Ja, laten we dat zo even gaan testen. Ik vind het echt heel cool dit. Er komt zo meteen een hobbel aan. Moet ik er extra hard overheen gaan? Ja. Okay, komt die aan? Er komt een hobbel aan. Een hobbeltest. Ik rem niet af. Oké. Okay. Nou, was ook niet een hele grote hobbel. Maar hij blijft wel zitten. En wat als ik nou hard rem? Wacht, niet bij deze mensen, als gaan ze echt compleet schrikken. Momentje. Hij vliegt er niet uit. Nou, hij zit vast. Sarah die zat wel tegen het plafond en de voorruit aan. Nou, top. Ja, hij zit gewoon easy, weet je. Je kan hem ook gewoon makkelijk eruit halen als je dat wil. Oh, ik heb mijn hele hand erin gedaan. Wow. Ja, ik vind het wel echt heel vet. Aan de Multiband kan je bestellen in verschillende kleuren. De verzending was gratis en het ding is ook echt super cheap. Dus als je geïnteresseerd bent, we zetten alle linkjes weer beneden in de beschrijving. Het volgende product is een fan. Een mini USB fan voor je telefoon. Ik denk dat we hem allemaal wel een keertje hebben gezien online. Maar we waren wel heel erg benieuwd naar, want op die manier kan je misschien wel Beyoncé selfies maken. Ja, of als je het gewoon heel erg warm hebt, zeg maar. Of als je het warm hebt. Ook deze was er in verschillende kleuren en gekozen voor een fel roze. En dan bestaat uit twee delen. Even kijken, dus dit is zeg maar het waaiertje en die moet je op dit zetten. En deze is dan speciaal voor de iPhone, want die heeft gewoon zo'n plug-in van de iPhone. Maar ik denk dat je ook nog wel andere kan vinden voor als je bijvoorbeeld een Samsung telefoon hebt. Dus daar zit geen knopje op, dus ik ben benieuwd als ze deze erin doen of die dan gelijk gaat lopen draaien. Laten we even testen. Yo! Oh, best wel hard ook, of niet? Oh, ik voel best wel wat. Nee, de telefoon trilt. Nee. Ja, ik voel het wel. En het voelt echt best wel lekker. Ik had niet verwacht dat hij zo hard het voelt echt wel lekker koeler. Ik dacht, het is gewoon een beetje zo'n goedkope waaier. Maar hij is echt, best wel verkoeld. Ja, het voelt wel goed. Niet je haar erin krijgen. Ik dacht even voelen hoe hard het is. Maar hij is best wel hard, dus dat betekent dat hij gewoon... Kwalitatief vind ik hem best wel goed eruit zien. Ja. Niet dat die, als die flappetjes, die wijzers zeg maar heel zacht zijn, dan zorgen die ook niet voor heel harde en goede wind. Maar die zijn best wel stevig. Dus ja, dat voelde ik aan mijn vinger. Dit is wel... Dit is echt super cool. Ja, hier zie je het. Ja, ik vind deze echt wel heel cool. Heel erg makkelijk in gebruik en hij is ook gewoon budgetproof.
Dus ik geef hem zeker een dikke duim omhoog. Volgende item is dit. Dit is de Selfie Ring Light. Ik heb hem vaker voorbij zien komen op internet, op YouTube video's. Maar ik heb hem nooit eentje zelf besteld. Terwijl ik heel erg benieuwd ben of die nou inderdaad zo goed werkt. Volgens mij in onze vorige smartphone gadgets video hebben we toen ook een bepaald lampje met een ringetje getest. Een kleine was het, echt een hele kleine. Ja, maar leuk aan deze is dat je hem echt over jouw camera of half eigenlijk van je scherm heen kunt klippen. En hier moet er wel nog batterij in worden gedaan om te laten werken. Nee. Oh nee! Het zijn wel hele minis. Het zijn die drie. Het zijn die triple A mini batterijtjes moeten hierin. Ik had gedacht dat er gewoon van die AA batterijtjes in moesten. Nou ja, misschien zit hier nog een heel klein beetje in dat hij nog iets van wil werken. En dan zit hier bovenop zit een knopje. Oh, ja! Werkt! Oh, hij ziet er best wel professioneel. Oh, hij kan even verschillende standen. Ja, hij is uit. Eerste stand, één. Tweede stand en de derde stand. Ja, dat ziet er ook cool uit. Hij ziet uit. Er echt professioneel uit wel. Even kijken of dat past. Ja. Oh. Dus die moest je dan echt zo precies over je telefoon heen doen. En dan heb je echt gewoon goede verlichting rondom je lens. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Want dat is hetgeen waar je de foto mee maakt. Ik moet zeggen, ik ben best wel onder de indruk. Want hij klipt heel makkelijk erop. Je gooit hem ook zo in je tas. Ja. En het licht is ook best wel goed. Het is natuurlijk niet zo goed als een echte ringlamp. Maar voor on the go. Ja, en ik vind ook dat hij best wel goed aanvoelt. Niet super crappy of zo. Nee. Ik verwacht dat hij heel goedkoop en verrotte uitvoelde. Maar ja, ik vind het wel geslaagd. Ik vind het wel een leuk ding. Volgende item zit hierin. Het werd echt als een heel groot ding verpakt. Maar het is eigenlijk best wel klein. En dit ding. Ja. Hij is wel veilig aangekomen. Ja, hij is heel goed verpakt met allemaal spul. En dat is dit. Dit is een stylus. Leek me wel heel erg handig. Want ik heb van die apps op mijn telefoon dat je het mee kan tekenen. Of je kan bijvoorbeeld op Insta-stories of op Snapchat. Met de tekenfunctie zeg maar nog wat tekeningetjes maken. En in plaats van met je vinger dacht ik, nou met een stylus is dat wel heel erg leuk. Kan je veel beter schrijven en zo. Ja, laten we hem gewoon testen. Het ziet er wel heel simpel uit. Het is net alsof het zeg maar uit één stuk plastic is gemaakt. En dan aan de bovenkant is het wat... Want is het eigenlijk alleen maar plastic? Wat is het puntje dan? Ook plastic. Had je er niet gewoon met een stuk plastic of zit er wat in? Ik heb geen idee eigenlijk hoor, hoe zo'n stylus pen werkt. Nou, misschien hebben we gewoon een stuk plastic gekregen. Ik ga nu even kijken of die werkt. Er gebeurt helemaal niks. Hey! Dan wel. Maar dat is vet onlogisch. Waarom wel met de achterkant? Ja, dit is een ander soort spul. Ik had namelijk gehoopt dat ik gewoon met zo'n dun pennetje aan de ene kant kon gaan schrijven. Want het is super makkelijk. Want met je vinger heb je echt vaak gewoon niet echt controle over hoe mooi je letters eruit komen te zien. Maar blijkbaar is er dus iets met het pennetje dat hij daarvoor niet is. Ik ben nog eventjes terug naar de beschrijving van de advertentie gegaan van deze stylus. En ik ben erachter gekomen dat ik niet zo heel erg goed heb gelezen. Dit is namelijk een pen en het stond al een beetje in de naam 2-in-1. En ik snap niet zo goed wat ze bedoelden met 2-in-1. De ene kant met het puntje, die is bedoeld voor touchscreens waar je echt op kan drukken. Dus zeg maar als die TomToms, navigatiesystemen, als je daar soms op drukt, dan drukt hij een beetje mee. En daardoor kan je zeg maar dingen aanstippen. Daar is dus dit puntje voor bedoeld. En deze andere kant is voor normale touchscreens zoals op je telefoon. Maar dat is jammer, want ik had het gedaan voor dit puntje. Dus ik ben er een beetje ingestonken, want het stond er echt niet duidelijk in de advertentie. In het volgende pakketje zit iets waar ik heel erg excited over ben. En je noemt het... Oh jeetje, het zijn alleen maar Chinese tekens. Hoe moet ik dit noemen? Het is in ieder geval een soort dingetje... Hoe ga ik het uitleggen? Ja, een soort van driehoek ding wat je op je telefoon kan doen, waardoor je 3D video's kunt bekijken. Ik ga hem wel gewoon even openmaken. We hebben er wel eens do-it-yourselfs van gezien op YouTube, dus je het zelf kan maken met behulp van volgens mij cd's. Maar deze zagen gewoon kant en klaar staan op AliExpress voor super weinig geld. Dus we hadden iets van, ja, hier ben je volgens mij echt nog goedkoper mee uit. En het is net zo makkelijk en snel. Oké, het bestaat uit een doekje. Waarschijnlijk om je vette vingers ervan af te halen. Dan is dit al een voorgevouwen stukje plastic. Het is niet doorzichtig. Het is een beetje zilverachtig. En ik heb een zuignapje. Piramideachtig. Een piramide, inderdaad, ondersteboven. En dan moet hij er straks zo op staan. Dus ik vind dat we dit even meteen moeten gaan uitproberen. Er zijn speciale video's op YouTube. Dus die moeten we even gaan opzoeken. En dan gaan we even kijken wat er gebeurt. Hier staat nog op dat toch even het laagje eraf moet worden gehaald. Dus dat ga ik even doen. En zie je nog wat meer shiny. Wow, blinging.
Ja. Hij is een beetje crooked, zeg maar. Maar ik denk dat het is gewoon omdat hij de hele tijd opgevouwen heeft gezeten. Dus dat komt vanzelf wel. We hebben hier Tara's telefoon liggen en we hebben even gezocht op 3D video pyramid. Moet ik hem dan groter? Ik denk het wel. Waarom zie ik niks? Ik denk niet dat dit de manier is, Liz. Ik denk het echt niet. Hoe werkt zou je checken? Oh my god, dit kan echt niet. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Oh my god! Ja, maar is dit echt zo 3D? Wow. Kan je het zien? Nou, wacht even hoor. Maar misschien moeten we dit in het donker kijken. Ja. Wacht, we gaan even naar de wc. Oh wacht, nou kan ik niet starten natuurlijk. Dit heeft Tara uitgekozen. Jezus, het is slecht. Nou, de 3D piramide gadget. Het duurde heel eventjes, maar ik ben toch wel onder de indruk. Ja, ik vond het echt super makkelijk in gebruik. Het was zo in elkaar geplakt. Zuignapje erop. Ja, werkte echt gewoon. Het werkte wel, ja. In eerste instantie dachten we, is dit 3D? Toen keken we nog een keer echt goed en toen dachten we, ja, het is wel echt 3D. Ja, maar ik vind het ook, als je het zeg maar in het echt ziet op je telefoon, dan is het nog net iets mooier dan wat wij jullie waarschijnlijk hebben kunnen laten zien via de camera. Ja. Maar het zag er wel echt heel erg tof uit. En vooral die filmpjes met de kwallen en de vissen, Die waren echt tof. Het is in ieder geval zeker wel een grappig gadget om cadeau te geven of iets dergelijks. Volgende gadget zit hierin en het werd ook alweer best wel flink verpakt. Maar ja, dat is alleen maar beter natuurlijk dan dat het kapot binnenkomt. En dat is dit. Het ziet er heel erg gek uit, maar het leek me heel erg makkelijk. Het is namelijk een houder die je aan het stuur van je auto kan bevestigen. Moet je dit soort van hier eroverheen ergens hangen. Ik weet het even niet zo goed. En dan hangt dit aan je stuur. En dan doe je hier je telefoon in. Oh, die kan je uittrekken, dus voor bredere telefoons. En die kan je dan zo in je stuur hangen eigenlijk, als het ware. Leek me heel erg makkelijk als je zeg maar graag werkt of rijdt met een telefoon in je auto, bijvoorbeeld voor navigatie. Maar je wilt hem bijvoorbeeld niet aan je ruit plakken of je wilt hem niet ergens anders neerleggen, dat hij wel eens afdondert als je heel hard remt. Is ons ook wel eens overkomen. En ja, deze zit volgens mij heel erg in het zicht wanneer je aan het rijden bent. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit wat is. Oké, dus als het goed is, moeten we dan dit zo hier omheen doen. En dan... Even kijken hoor, hoe moest het ook alweer? Even trekken en dan hieronder klippen. Oh ja. Oh wacht, ik moet hem even ietsje draaien. Hey! Even kijken hoor, dus dan moet ik hem iets naar beneden trekken. Oh, wacht. Zo. Oh, hij past niet. Wacht, jawel. Hij past wel, maar hij moet hier achter. Zo. Hij zit echt heel strak, dus ik kan me ook niet voorstellen dat hij eraf zou bungelen. Ik kan alleen niet... Ja, ik kan wel nog zien hoe hard we rijden, redelijk. Oké. Anders kijk je er langs. Ik vind het wel wat. Hmm. Let's test this baby out! Ik ben echt super tevreden over dit ding, want ik kijk nu naar voren naar de weg en ik kijk 1 seconde naar beneden, dus het is heel weinig moeite. En ik kijk meteen al op mijn telefoon voor de navigatie. Dus ik ben er haast niet afgeleid of zo. Ik vind het echt helemaal top werken. Hij zit er ook heel stevig omheen. Ik heb niet het gevoel dat hij zo eraf kan donderen. En ik vind het echt top. Ik ben helemaal happy. Al deze gadgets die kosten echt geen drol, maar ze waren allemaal wel heel erg leuk, vond ik. En het is wel heel erg leuk om dan, denk ik voor jullie, om een keertje te zien hoe werkt het nou echt daadwerkelijk. Ja, is dit het waard? Weet je wel, zal ik dit ook bestellen? Dat soort dingetjes. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk niks vandaag echt vreselijk vond. Nee, misschien de stylus was niet goed gelezen, maar de rest was echt... Superleuk. Ja. En door Larissa ben ik een klein beetje AliExpress verslaafd geraakt. Echt, ik zit gewoon alleen maar op de telefoon te zoeken naar allemaal leuke dingetjes. Want eerst had ik er niet zoveel mee. En nu heb ik zoiets van, ik wil alles. Mm-hmm. Dus ik heb heel veel besteld. En ik heb nog niet alles binnen. Maar ik denk wel dat ik er een videootje van veel ga maken. Als jullie dat ook leuk vinden. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar wat je hebt besteld namelijk. Ja, want ik heb wel echt grappige dingetjes besteld. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop dat het allemaal binnenkort binnenkomt. Ik denk wel...
komende dagen. Ja, dus als je ook iets hebt van ik wil per se die video van Tara ook zien met al haar geshopte AliExpress goodies, laat eventjes weten in de comments. Doe ook vooral een duimpje omhoog, dan weten we zeker, of dan weet in ieder geval Tara zeker dat ze die moet gaan opnemen. En ja, vergeet ook zeker niet om je te abonneren op ons kanaal. Ja, dan willen we je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doei! Doei.